Die verkoop ik niet. Ook gewoon heel serieus. Hoppa! Heerlijk! Waarvoor moest Gio nou zijn piemel laten zien aan de Goedemorgen, jongens en meiden. En welkom weer terug bij een nieuwe vlog. Kijk eens even. Wat lekker. Jeetje. Kijk eens even naar beneden hier zo. Oh, ik wilde even kijken of ik Alex en Ricardo zag staan. Want die zijn hier namelijk beneden. Maar ik zie ze jammer genoeg niet staan. Ik zie daar wel wat andere mensen lopen. Ze lijken allemaal heel erg klein. Maar goedemorgen. Kijk eens even naar het uitzicht hier zo in Amsterdam, jongens. Ik ben hier net wakker geworden in de hotelkamer. En Jade die is er al eigenlijk vandoor. Ik draag wel uiteraard de Jade Anna trui nog steeds vandaag. Ik had eigenlijk even wat anders aan moeten doen, maar ik dacht... Lekker boeien. Wij zijn hier in onze zieke hotelkamer. Kijk eens, met ons bad en de privé sauna daarachter. Maar, oh, wow, kijk dan. Ook dit zelfs. Ja, je ziet ook gewoon super dichtbij de trein langskomen. Vet lauw. Het enige raar is trouwens wel, stel je vast iemand hier naast je zit in de hotelkamer. Je loopt allemaal op je balkon, dan kun je elkaar letterlijk gewoon een box geven. Oké, maar jongens en meiden, nogmaals een hele goede morgen. Ik ga even naar beneden, want Alex en Ricardo zijn er dus. En wij gaan even lekker wat eten. Ik hoop dat jullie allemaal weer hartstikke veel zin hebben in deze nieuwe vlog. Ja, die is namelijk een wereldberoemd persoon aan het ontmoeten op dit moment. Dus ook best wel leuk natuurlijk. Even wat heel anders dan ik. Ik heb mezelf een klein beetje opgefrist. En ik ga dus maar eens naar beneden. Oh, een massage, dat zou lekker zijn nu. Holy moly. De mannen, kijk ze even zitten. Hoe voel je? Ja, boys, ik voel me... Ik heb me wel eens beter gevoeld, zeg maar. Ik heb wel eens beter uitgezien. Ja, zie ik zo slecht uit? In je gezicht. Oh. Zo, tijd voor een koffertje. Ja, man. Wel leuk dat we ook allemaal koud op elkaar hebben. Ja. Origineel. Wel allemaal een andere. Mooie trui? Goed stel, ja. Heb je opslag gekregen van je werk? Ja, zeker. Shout-out. Goeie maat gehad. Shout-out naar wie? Modern Media Hub. Modern Media Hub, oh, dat is waar je werkt. Kijk eens aan, lekker de dag beginnen met een koffietje. En een Nederlandse stroopwafel. Zo'n kleintje, ja, is echt lekker. Het is gewoon top als je gewoon zo'n klein hebt verpast als zo'n groot. Het is gewoon beter, snap je? Het is 4:30 en jij zegt we gaan de dag. Dat is gewoon echt gek, man. Wauw. Wat was jou eigenlijk? Wat kan doen? Dat weet ik veel. Deze dag wel. Oh jongens, dit is zo'n vlog dat ik de dag inderdaad pas begin gewoon 4:00 middags, omdat ik tot 3:00 in mijn bed gelegen heb. Ik zeg het nu een keer gewoon eerlijk, maar weet je, we gaan er alsnog gewoon een hele leuke vlog van maken vandaag. Dat gaan we gewoon doen. Ja, dat hoort er gewoon bij in het leven. Ja. Een heerlijk ontbijtje. Kijk eens, nachos en snacks. Hey, heerlijk. Ik ben magisch. Dat is het eerste wat je gaat eten vandaag. Ja, oh, als je dit als eerste eet, nee, doe dat nou niet. Dat is juist zo kut. Die jalapeno's, die zijn zo heftig. Als je dat als eerste eet in de ochtend. Ja, het is goed voor je maag, denk ik. Oh, verschrikkelijk. Nou, ik ga lekker voor de kipnuggets. Zo, mannen, er komt daar een lekker ding aanlopen. Vind je? Ja. Vind jij het niet lekker dan? Nee. Hey. Yo. Kijk er eens even. Hey. Dus zo, ze trekt gelijk de kleding uit. Lekker hoor. En, hoe was het? Ja, fucking. Wie heb je ontmoet net? Lewis Capaldi, maar hij kan niet normaal goed zingen. Oh, ik dacht dat Tsjechische, hij kan echt niet zingen. Nee, het was echt niet normaal gewoon. Ah, ja? Ja. Hey, laat eens zien. Mijn moeder heeft dus een hele gekke story gepost. Mijn moeder kreeg in de DM de vraag, verkoop je ook slipjes? Zet ze erbij nee. Ja. Die verkoop ik niet. Ook gewoon heel serieus. Ja. Ik wil er gewoon een slipje van hebben. Jij was hem. Nee, ze verkoopt ze niet, ze geeft ze alleen gratis weg. Gio, ja. Ik ben niet lief. Oh, mijn moeder die deze vlog terugziet, die denkt... Zeg maar, dit zijn vragen waar je ook niet op in moet gaan in je story eigenlijk. Krijg je de vraag wel eens of je slipje verkoopt? Ja. Ja? En, wat zeg je dan? Shoppen. En? Dan zeg ik... Nee, dat doe ik niet. Ja jongens, kijk eens aan. Ik laat het bad even voorlopen. Ik zie Air staat hier. En Light, oftewel, er zitten dus waarschijnlijk, even kijken, Light, lampjes ook in, of niet? Ik zie nog geen lampjes namelijk. Oh, ja, wow. Wow, oké, cool. Misschien ook een andere stand. Oh, rood. Wow, groen, blauw, geel. Oké, ik doe hem op rood. Mooi kleurtje. Zo, en het lekker is, we kunnen dus, zoals ik eigenlijk net al zei, lekker ook nog met frisse lucht. Hier zo chillen, in de jacuzzi. Daar gaan we. Oké, ga jij eerst je voet erin doen? En, warm? Wacht, ik moet mijn telefoon voor een vraag. Oh, ja. We hebben namelijk even op Instagram aan jullie gevraagd dat jullie ons vragen konden stellen. Want dan kunnen we dat straks hier lekker in bad gaan doen. Oh. Oké, hij is wel heel warm. Hij is ietsjes te warm misschien. Misschien moet ik een klein beetje koud water nog toevoegen. We hebben ook trouwens bubbels. Oh. Hoppa. Heerlijk. Ja, gaan we eerst... Ah, het is heet.
Ik heb de koude kraan al aan. Oh. Altijd het eerste stapje in bad en even doorkomen is altijd zo heftig. Lukt het? Shit. Oh. Eerst even lekker chillen. Zo. Zo jongens, dit is wel echt de perfecte hotelkamer, ook hoe we hier zo nu zitten. Check dit. Zo, die zon is mooi. Ja, hè? Kijk eens even daar. Het uitzicht inderdaad, de zon. Oh ja, je ziet op de camera niet heel goed, want het licht gaat niet helemaal lekker. Maar je zit hier wel ideaal zo in deze kamer. Oh, kijk, nu zie je het beter bij jou, hè? Hele mooie lucht. Hè? Heel mooi. Ja. Zitten we dan? Tijdens dat wij lekker in bad zitten, dachten we, gaan even een zit in bad. Kleine Q&A doen. Ik zat in bad, gewoon in bad. Een lekker beetje met het sop te klieren. Toen voelde ik ineens twee kleine bobbels. Ik heb een vraag. Oh, vertel. Nou, jongens, jullie hebben dus vragen aan ons ingestuurd. En die kunnen wij dus nu lekker gaan beantwoorden. Dus vertel, wat is het? Ik ben best warm, dus ik wil er best wel snel uit. We hebben ook lekker de deur openstaan. Ja. De eerste vraag is: is jullie relatie ook een tijd geheim geweest? Is die geheim geweest? Nee, eigenlijk niet, toch? Nee. Helemaal niet zelfs. Wel aan het begin natuurlijk dat we niet deelden, zeg maar, als je met elkaar voor het eerst zoent of zo. Ja. Maar echt, onze relatie bestaat volgens mij ook op beeld, dat je het vroeg. Klopt. En jij bleef wel een paar keer slapen in mijn appartement. Ja. En dat we dan net alsof deden alsof je niet was blijven slapen. Ja, ja, ja. Weet je nog? Ja, dan moest je nog wat ophalen. Ja, dan ging ik jou zogenaamd afzetten bij de trein. En dan ging ik je helemaal niet afzetten bij de trein. Dat weet ik wel nog inderdaad. Maar echt geheim is niet geweest. Nee, geheim niet, nee. Als jullie trouwens denken, waarom zit ze met die vlecht? Hij mag niet nat worden. Hij is een beetje lang. Ik kan hem wel vast, kom maar. Kan jij lekker ontspannen. Oh, ik kan hem wel daar leggen. Ja. Wow, hier ben ik eigenlijk dus best wel benieuwd naar. Het is echt best wel een standaard vraag. Maar wat is je grootste onzekerheid? Mijn grootste onzekerheid. Ik denk de kale plek die ik op mijn hoofd aan het krijgen ben hier zo. Ja? Ja, ik denk dat dat mijn grootste onzekerheid is. Van jou? Ik word hier namelijk kaal, jongens. Dus dat vind ik niet heel top. Ik denk bij mij, waar ik het in de vorige video over had, die streepjes in mijn wangen die je soms ziet. Oh ja, die zie je nu helemaal niet. Nee, soms. Waarvoor moest Gio nou zijn piemel laten zien aan de dokter? Zeg maar, ik had iets boven mijn piemel. Ja. Wat... Je bent echt aan het bedenken hoe je dit... Hoe ga ik dit netjes verwoorden, zeg maar? Je had gewoon iets boven je piemel waar je naar liet kijken. Wat even gecheckt moest worden. Ja, een ingegroeide haar. Dat was het. En die moest weggesneden worden. Zo, dat is hoe ik het net kan zeggen. Maar heb je echt piemel laten zien? Nee, zeg maar niet helemaal. Alleen de bovenkant, want het was zeg maar niet... Je hoeft hem niet eruit te scheren. Nee. Hoe vaak hebben jullie seks? Nou, net voordat we de camera aanzetten hebben we dat gedaan. Idioot. En straks als de camera uitgaat weer. En dan denk ik vanavond nog een keer. Altijd als ik later zeg in de vlog, dan... Hij doet echt heel stoer. Dit is ook gewoon een standaard vraag die altijd... Ik heb het zo warm, holy fuck. Ja. Is er iets waar wij spijt van hebben? Ja, mijn vorige relaties. Nee, Tuurlijk, je hebt altijd dat ding waar je spijt van. Ja, maar ik zou niet 1, 2, 3 zomaar nu even iets kunnen bedenken. Nee, zeg maar. Dat je denkt van zo dat ik dat heb gedaan. Nee, jij wel dan? Nee? Nou ja, maar ik vind het wel jammer dat ik zo vroeg ben gestopt met turnen. Ah, daar heb je spijt van. Ja. Ja. Wanneer was het moment dat jullie echt wisten dat jullie elkaar leuk vonden? Of wilden? Hadden we deze niet in de vorige video? Hadden we dat? Oh ja, jawel, die hadden we ook al inderdaad. Ja, ja, klopt. Ja. Wil je nog een keer gaan studeren? En zo ja, wat? Nee, ik niet. Ik zou wel nog iets van een cursus of zo willen volgen. Ja. Gewoon iets leuks. Zo'n in 3 maanden of zo, of een half jaar. Maar ik zou niet echt terug naar school gaan. Nee, ja, ik ook niet. Zeg maar, daar hadden we het laatst over. We hebben er op dit moment ook oprecht geen tijd voor. Het zou ook gewoon echt niet kunnen, zeg maar. Sowieso met een dagelijkse vlog, wat ga je doen? Yo, jongens, ik ben weer op school. Zeg maar, dat zou ook gewoon echt niet kunnen. Dus misschien ooit in een latere fase, als ik bijvoorbeeld gestopt ben met dagelijks vloggen of iets anders, dan misschien. Maar dan waarschijnlijk ook niet. Nee, ik zie jou echt geen studie meer doen. Nee, ja, ik jou ook niet. Welk land willen jullie heel graag bezoeken? Jij denk ik Amerika. Ja, in Australië en Canada. Zo. Ja, ik zou ook wel een keer echt naar Australië willen. Er komt even een treinland buiten, jongens, voor het geluid wat jullie horen. Maar Australië is zeg maar zo ver vliegen dat het gewoon echt, echt ver is. Zeg maar. Ja, hoe oud was je toen je voor het eerst ongesteld werd? Weet je dat nog? Ik denk 13 of 14, maar dat weet ik niet zeker. Ja, 13 of 14. Dat denk ik. Is dat vroeg? Of weet ik niet, dat is bij iedereen heel verschillend. Wat is normaal, inderdaad? Volgens mij is 13, 14 best wel normaal, toch? Ja, maar sommigen worden het ook echt wel op een 9e. 9? Zo, dat is wel echt vroeg. Op je 16e. Oh. Ja, het kan echt heel erg verschillen. Ja. Ik heb echt al heel de dag ziek dorst. Gio, wat vind je het aantrekkelijkst aan jaren? Ik denk
Nou, ik heb dus de laatste tijd dat ik heel erg vaak naar jouw ogen zit te kijken. En dat ik echt denk van wauw. Ja, vooral ook in dat licht van dat bed hier. Maar ik heb gewoon bruine ogen. Nee, je hebt echt hele mooie gekleurde groene ogen. Ja, maar je hebt groen, kleur groen, per bruin. Dag een beetje. Ja. Dat had mijn oma ook. Ja, dan wat vind je het aantrekkelijkst aan Gio? Hey. Ik vind jij dus oprecht ook hele schattige oogjes hebben. Maar je hebt van die kleine, jij kan zo heel lief uit je ogen kijken. En hoe je ruikt. Ja? Ja, dat vind ik ook heel lekker. Ja, jij had even een parfum voor mij gekocht, dus ik ruik nu wel altijd. Nee, maar ook, ik weet nog dat ik jou in het begin leerde kennen en toen had je dat geurtje die van Tom Ford op. Toen dacht ik echt, holy fuck. Toen werd je spontaan verliefd. Ja. Dus eigenlijk was dat het eerste moment dat je wist, ik wil hem. Nee, maar ik vind jij had dat wel ook altijd. Ja, jij, zeg maar, mensen onderschatten echt de kracht van lekker ruiken, denk ik. Als je lekker ruikt, is echt belangrijk. Ik kan me dat echt nog herinneren altijd. Jij had ook altijd zo'n lekker geurtje, ook echt zo'n jade geurtje. Als jij er maar mee in de auto stapte, dacht ik echt, oh. Heb ik dat niet meer? Hè? Ja, nog steeds. Maar dat was echt jouw... Je zegt nooit meer dat ik lekker ruik. Ik zei het echt van de week nog, volgens mij. Ja. Zouden jullie ooit een tatoeage samen laten zetten? Ja, maar niet elkaars naam. Nee. Ik zou wel een betekenisvolle tattoo zou ik wel samen durven zetten. Ja? Wat maar dan? Niet... Ja, weet ik veel. Allebei iets. Maar niet, namen. Nee. Ik weet niet, misschien als ik ooit getrouwd ben, dat ik dan misschien je naam zet of zo. Hoe is jullie relatie op dit moment? Ja jongens, misschien door een paar titels die ik de laatste tijd gedaan heb. Blijkt alsof het super slecht gaat tussen ons, maar het gaat eigenlijk gewoon echt super goed. Zeg maar, het zijn gewoon, toch? Ja. Even ter bevestiging vragen. Het zijn gewoon dingetjes die je in een relatie hebt. Een relatie gaat gewoon natuurlijk over ups en downs of weet ik veel. Het is ook niet echt een down, maar gewoon communiceren is heel belangrijk. En wat ik eerlijk zeg, ik heb nog nooit zo'n leuke relatie in mijn leven gehad. Ik heb vanochtend ook nog jaren al mijn bericht gestuurd, hoe blij ik met haar ben. Ja. En hoe leuk ik het vond om samen met haar uit te gaan, zeg maar. Ik vond het echt zo leuk gisteren. Ja. Nee, maar inderdaad, dat hoort erbij in een relatie en echt de key daarvoor is dus hoe, communiceren. Hoe gaat onze relatie nu, zag jij dat? Goed. Ja? Ja. Oké. Okay. Smash of pes? Ja, de Anna. Smash. Pes. Waarom ook altijd deze vraag? Hebben jullie al eens seks gehad? Blijf maar komen, die vraag. Aan het beantwoorden maar. Nee. Nee. Nee, wij doen daar niet aan. Dat is, Nee, ja, wij vinden dat gewoon niet zo leuk. We hebben het al een keer geprobeerd, maar dat... Nee, ja, het sloeg gewoon niet aan, dus nee. Dat, Nee, we doen nu andere dingen. Wat dan? Weet ik niet. Zouden jullie nog meer dieren willen? Nee, op dit moment niet. Nee, ik ook niet. Ik vind 4 katten wel echt de max. Eigenlijk vond ik 3 al de max. Het is dat Poekie zo lief was dat we hem echt wilden houden. Ja. Maar nee. Nee, we hadden het er wel laatst over dat we misschien een hond ooit willen. Ja, maar zeg maar, ons leven is er oprecht niet voor gemaakt op dit moment. Dus ja, je kan je een hamster nemen of zo, weet ik veel. Maar ja, dat is ook niet. En konijnen hebben we ook over nagedacht. Daar gaan we natuurlijk eenden, de jongens. Die komen soms dan wel. Maar ik zou het wel leuk vinden om een hond te hebben. Maar ja, nu, later hoor, misschien. Als we gezinnen zeg maar gaan stichten. Ja. We gaan die kinderen buiten met die hond. Ja. Lopen. We hebben namelijk wel de perfecte tuin voor een hond. Dus in die zin, ja. Waar gingen jullie allergrootste ruzie ooit over? Oeh, weet je dat nog? Ik denk dat dat toen met Oud en Nieuw was. Dat we elkaar 7 dagen niet zagen. Weet je nog? Dat ik iedereen vroeg, Gio, waar is Jade? Oh, toen. Kerst. Ja, maar waar die over ging, dat gaan we niet vertellen, denk ik. Dat kunnen we... Dat houden we lekker privé, jongens. Oeh, wat is het leukste feestje dat jullie hebben gegeven en welke vonden jullie het stomst? Oeh, ik denk dat ik, als ik zo naar kijk, dat ik maffiafeest het gaafst vond, zeg maar. Dat zwarte... Zwart is gewoon sowieso cool. Dat rode... Ik denk dat wat gaafste feest vond. En het festival was ook wel, maar... Ik vond het festival ook wel heel leuk. Die was wel leuk, echt in de tuin. Grote boksen, grote DJ-set, hele tent. Maar ik denk dat op één staat maffia. Ja, en ik vond, alle feesten waren super cool, maar het wordt echt met het jaar cooler. Dus dan is degene die we aan het begin hebben gegeven, waren het stomst. Ja, klopt. Maar ook fucking leuk. Ja. En heel leuk. Mag ik schelden? Je mag schelden. Zo, jongens, het is op dit moment echt super warm. Oh, we hebben dus allebei een kater vandaag. Dus vandaag laten we het even lekker zo rustig aan doen. Hoppa. Oh, jongens, jeetje. Oeh, eigenlijk is het helemaal niet goed om... Ja, veel te snel ik vind op. Het ook echt niet lekker van dit. Ik dacht, het was... Wist je dat er op TikTok nu zeg maar rondgaat? Ja. Dat je een bijbel in je kamer hebt liggen, dat sommigen daar dan geld in doen. Maar ik denk niet dat er een bijbel in deze kamer ligt. Ja, of misschien wel. Bijna elke hotelkamer. Ligt hier een bijbel? Nou, dat weet ik niet. Maar waarom is er daar geld in dan? Ja, dat heeft een betekenis. Oh, echt? Zo, ik moet ook echt even luchten, jongens. Oeh, heerlijk. Kijk eens, prachtig uitzicht. Prachtig. Er staat heel ongemakkelijk daar iemand op zijn balkon, rechts. Ik loop naar buiten. Heeft hij ons allemaal gehoord? Dat is echt heel ongemakkelijk. Ik ben TikTok aan het zoeken over die sturen. Dit zei ik net nog. Het is echt ongemakkelijk als iemand staat. Badjasje aan. Ik krijg het zo benauwd hiervan. Het is echt niet goed om met de kater in bad te gaan. Zo, ik ga echt slecht. Zullen we onder de koude douche staan? Nee. Niet? Nee. Zo, sauna zou nu ook echt niet lekker zijn, denk ik. Jongens. Oh, wat was echt veel te warm. Het blijft wel echt een topplek. Vooral nu ook met de verlichting hier zo.
Heel mooi. Wauw, kijk eens. Het wordt echt weer snel donker, hè? Ja, 6 uur is het. 6 uur en het wordt al... Nou ja, het is nog licht buiten, jongens. Zo, die trein hoor je goed. Maar het begint wel weer een beetje buiten te schemeren. Ik voel me echt zo slecht in dat bad. Ja, ik ga ook niet helemaal lekker. Ik ben echt eventjes heel erg... Wow, jongens, we zijn een uurtje later. En zoals ik zei, het werd donker. Kijk eens, het licht staat aan. Nu is het echt, echt ontzettend mooi. De trein komt weer langs hier rechts. Kijk eens, wat een plaatje zo. Amsterdam kan wel mooi zijn. Maar dit is natuurlijk ook wel echt, echt een mooie plek hier. Liftknopje naar beneden. Ken je die dagen? En daar is er vandaag één van. Het is op dit moment 8 uur 's avonds. Dat je gewoon om 8 uur 's avonds eindelijk een beetje over je kater heen bent. Maar we waren pas om 6 uur lagen wij in bed, hè, vanochtend. Ja. Echt vet laat. Maar ik ben vandaag best over mijn kater. Totdat we net in het bad gingen, toen ging het even... Ja, dat bad was echt een goede keuze, inderdaad. Nee, terwijl ik normaal zou denken van, zweet het er even uit. Ja. Maar dat werkte niet nee, helemaal zo. Nee, het ging niet helemaal lekker, nee. Maar ik heb vandaag gewoon een Louis Capaldi ontmoet. Zo, hé. Hey. We gaan even eten. Hier doen we het voor. Een lekker pizzatje. Kijk eens, vers jongens. En jij hebt een burger. Eet smakelijk. Eet smakelijk. Echt een trekken in spets. Iets vets, ja. Ah, kijk wat lief. Beste Gio en Jade, welkom in ons hotel. We wensen jullie een fijn verblijf. Geniet van de bubbels. Nou, die staat hier zo in. Maar ik moet zeggen, Jade en ik hebben allebei echt, echt geen zin om nu aan de bubbels te gaan. Nee. Huh? Ik zou een drankje er best wel in krijgen. Maar ik denk dat van champagne ik echt over mijn nek ga op dit moment. Maar ja? Ik ben wel heel lief. Gaat lekker zo borrelen in je buik, die champagne. Nee, ik heb er nu eerlijk gezegd ook... Echt even geen trek ja, en champagne is vaak wat zuurder. Wat zeg je? Zuurder? Ja. Ja. Als je nu iets zuurs denkt dat het gelijk weer naar boven komt. Zullen we nog in de sauna? Voor het slapen gaan. Lekker. Nou, ik denk dat ik dan weer flashbacks krijg naar het bad. Ik heb even wat water erop gegooid. Kijk eens, het begint volgens mij gelijk een beetje te beslaan hier zo. Ja, hoe chill zou dit zijn straks bij de aanbouw van het zwembad? Jij liever een stoombad, hè? Ja. Ja, ik denk ook echt liever een stoombad. Maar ja, wat ik al zei, deze is zo klein. Eigenlijk is dit gewoon meer dan genoeg. Ja. In principe zou je gewoon een stoombad... Grote. Nee, en een sauna kunnen doen als ze maar zo groot zijn. Want ik bedoel, het is echt helemaal niet grote dingen. Je gaat er toch niet met z'n achter in, zeg maar. Nou. Ja, misschien met een feestje een keer. En we liggen in bed. Toch maar niet meer in de sauna gegaan, jongens. Ik ben er wel vanochtend even in geweest. Toen ik een zieke kater had. Dus het is niet dat we hem niet gebruikt hebben. Maar ik ben nogmaals echt van mening dat ik een stoombad lekkerder vind. Wij liggen hier heerlijk in de kamer. Kijk eens jongens. Met die spot weer hier. Lekker fel. Maar wij gaan lekker slapen. Morgen heb ik een hele leuke dag jongens. Want morgen gaan we naar Toverland Friday Night. Het gaat super leuk worden. Ik ben heel benieuwd wat we daarvan kunnen gaan verwachten. Maar dat gaan jullie allemaal zien in de vlog van morgen. We hebben dus echt een leuk weekendje samen gehad. Ja, ik vond het echt heel leuk. Echt quality time. Hè? Samen. Echt gezellig. En nu gaan we lekker samen slapen. Hè? Nee, ik ga lekker naar huis. Maar jongens en meiden, hadden we wel echt even nodig, denk ik. Wij gaan dus lekker slapen. Dus morgen om 6:30 komt er uiteraard weer een nieuwe vlog online. Ik hoop jullie allemaal daar weer te zien. Het wordt ook waarschijnlijk weer een wat langere vlog dan bijvoorbeeld vandaag. Maar jongens en meiden, tot morgen. En ik zeg, la! Yes.